Deze beschouwing die gaat over het coronavirus en misschien nog wel wat andere dingen. Mooie termen voor in de titel. Opdat er maar veel mensen zullen klikken en dan denken: wat is hier aan de hand? En wat denk jij dat er aan de hand is als je het hebt over het coronavirus? Ik was vandaag op mijn werk en dan waren we aan het koffiedrinken. En op mijn werk daar, Er ja, werd al afgelopen maandag, daar hadden wij schoonmakersoverleg. Dat is wel leuk. dan Kan je half uur lang kan je koffie drinken en een beetje luisteren naar de manager. <laughs> Er zijn er dan een paar mensen die hebben dan het hoogste woord en zo. En dan die manager om zo. En dan de rest zit een beetje zo koffie te drinken. Ja. Nou, dat is wel, wel leuk hoor. Maar dat ging dan nou ook over dat. Uh, er gevraagd was uh, door de begeleiding. Dus de mensen die verantwoordelijk zijn voor uh, de boel. Of de schoonmakers niet konden gaan werken met. ...alcohol-ontsmettende dinges, materialen, verband, de corona. Nou, het antwoord was nee. <laughs> en de reden daarvoor was dat het helemaal niet helpt. Ja, je kan wel gaan lopen, spuiten, sproeien met alcohol. Dat maakt natuurlijk voor zo'n virus dat zich voortbeweegt door de lucht... Ja, geen donder uit. Nee. Dus onze manager zei ook van nou al die verzoeken van de locaties die uh, helemaal in paniek lopen te roepen om alcohol, ontsmettende toestanden. Nou, het antwoord is nee, en we doen er niet aan. En als er op jouw locatie ook zo'n uh, iemand helemaal in paniek dat aan je kon vragen, dan stuur je hem aan mij. maar naar mij. Nee, we gaan met die onzin niet uh, mee akkoord. En hij zei ook nog onze manager van kijk de gelden voor onze hygiënische voorschriften die gelden. Ja, we werken veel met hele vieze dingen, ontlasting, pies en poep. En ja, daarbij hoort hygiëne. Nou, en hij zei erbij van. Uh, wij houden ons voortaan, maar dat moesten we altijd al, aan de normaal geldende hygiënische regels. En hij zei er nog even bij van ook wil hij graag dat als wij klaar zijn met werken, dat we onze handen wassen. Ook al gebruiken wij uh, latex handschoenen, de, de godganse tijden. Door ik jakker er... Niet zo meer dan 30 op een dag doorheen hoor. Dus uh, 15 paar dan, hè? Maar eigenlijk meer, misschien wel uh, 18 paar of zo op een dag, denk ik wel. Oh, er zijn toiletten die zijn zo smerig dat daar, daar duik je in en dan doe je eerst een, uh, een ronde om de ergste. Rommel te verwijderen. En. Ja, dan dump je je vuile doek, uh, doeken... die dump je in, de, in het net. Dan gaan je handschoentjes. Die gaan in de vunnelsbak. Of ja, heb je zo'n ding op je kar. En dan schone handschoenen. Schone, uh, schoonmaakdoekjes. En dan ga je er voor de tweede keer in. Anyway, hij zei nog. van ja, je werkt met handschoentjes natuurlijk. Laat je het niet merken dat je dat niet doet. En dan nog aan het einde van de dag moet je je handen wassen. Dat vergeet ik wel eens. Of beter gezegd, dat heb ik nooit gedaan. <laughs> maar ik ben ook heel schoon. Ik zou ook niet weten in mijn geval of dat echt zo moet worden. Maar... Nou ja, de manager heeft gelijk, zullen we zeggen. Dus ik ga me dat wel aanleren. Ja, waarom niet? Maar er is geen reden voor ons op het werk om extra alert te zijn op je maatregelen of wat dan ook. En vanmorgen bij de koffie begon er iemand over. En toen maakte ik zo'n grapje. Daar had ik het over... Uh, hoe zit het eigenlijk met ebola? Daar hoor je niks meer over. En dan zei er iemand over... Ja, inderdaad, ebola. Ja, dat was een tijdje terug was dat, hè? Toen was ebola zo gevaarlijk. En dan hadden we ook nog, dat was ergens in 2008, als ik me niet vergis. Dan had je de, de varkensgriep. We hadden van die buren toen, ik was toen nog getrouwd en ik woonde nog in het ouderlijk huis en hadden we de buren en die waren dan zo vegetarisch hervormd en dan dat type vegetariër dat zichzelf dan een betere mens vindt omdat ze vegetariër zijn en iedereen die vlees eet die is slecht. De hele vervelende vegetariërs zijn dat. Niet per se die buren hoor, maar dat type vegetariër. Dat mag ik echt helemaal niet. Vooral niet omdat die vegetariërs. die eten dan wel kaas. En daarvoor moet toch echt zo'n vrouwtjeskoe. Uh, bevrucht worden. En als daar een mannetje uitkomt. wat in de helft van de gevallen zo is. ja, wat doe je dan met dat mannetje? Loslaten in Pamplona voor de stieren rennen? Nou, ik dacht het niet. Nee. De helft van die, uh, die jonge uh, koetjes... Dat, en dat betreft dan een mannetje... ja, uh, die wordt eventjes gemest... vet gemest en dan geslacht. Maar dat vindt dan zo'n uh, vegetarische kaaseter... helemaal niet erg. Dat vinden ze ook niet zielig voor die stiertjes. Helemaal niet. Als ze maar lekker uh, kaas hebben. Hm, lekker zeg, kaas. Oh, ik vind het zulke schijnhuilige lui. En elk geval die buurman die zei dus tegen mij zo op straat zo met zo'n frons, ja, het is de varkensgriep. Nou moeten we allemaal lijden onder die vleeseters met hun bio-industrie. Ja, dan gelijk weer even zo'n trap na aan degene die geen vegetariër zijn. En dan zelf wel vlees eten natuurlijk. Oh, het ergelijk. Maar goed, later was het dan niet de varkensgriep. Nee, het was de Mexicaanse griep. Snap jij dat dan ook nog? Hè? Eerst heette het de varkensgriep en dan heette het de Mexicaanse griep. Wat heeft, wat heeft een varken nou te maken met Mexico? Nooit begrepen. En later werd het dan beter en dan heette het H1N1. Ja, de, de tweede keer dat er van naam veranderd was. En dat woei weer voorbij, dacht ik. Hè? Ik had nog een zwager in die dagen. Ja, die heb ik nog steeds natuurlijk. Maar toen zag ik hem nog wel eens. En die was helemaal in paniek geraakt. En die was samen met zijn nieuwe verse vrouw. en hun twee baby's. naar het inentingstation gehold. En daar hebben ze zich vol laten spuiten. met een middeltje waarvan hij niet van tevoren heeft gevraagd. wat er eigenlijk allemaal in zat. Vol van vertrouwen zijn bloedjes van kinderen blootgesteld aan. ik weet niet wat. Ja, ze mochten eens de H1N1 krijgen. Oh, 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 En SARS heb je ook nog. Hebben we ook nog gehad. Dat was ook zo erg. En toen hadden we ook nog de vogelgriep. Dat was ook zo verschrikkelijk. Oh, 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 oh. En AIDS. Ja, daar kwam er weliswaar niets van uh, door de lucht aangevlogen. Maar, maar daar hoor je ook niks meer van, hè? syphilis, hoor je ook niks meer van. Vroeger was dat hot hoor. Maar op een of andere manier heeft niemand het meer. En dan kijk je naar de sterftegevallen met dat corona gebeuren. Hè? Dat kan je op wiki, kan je dat vinden, Wikipedia. Ja, de hele toestanden met het coronavirus, dat is begonnen in december. En... We hebben nou wereld, wereldwijd uh, 3000 doden. Als ik het wel heb. Kijk hoor. Deaths. En er staat de teller. Ja, op 2 maart 2020 2943. Dus 3000. Ja, ja. Wereldwijd. Ja, ja. En wat ik me dan afvraag als eerste, hoe weet je nou dat die mensen overleden zijn aan dat virus? Kijk, om het me even over AIDS te hebben. Hè? Dat zou allemaal komen door dat HIV. Ja, dat dat, dat HI-virus. Die V is toch een virus? Een HIV. Ja, maar HIV. Het is nooit aangetoond. Er is nooit een foto van gemaakt. Ze hebben vermoedens over hoe dat eruit zou moeten zien. Maar dat is niet eenduidig. Dus HIF kan niet als zodanig worden aangetoond. HIV, dat wordt aangetoond doordat ze, ze kijken naar antilichamen in jouw bloed. En die antilichamen zijn dan een teken dat je in contact bent geweest met HIV. En die antilichamen die kunnen ook niet direct worden gespot, maar die kunnen dan weer bepaald worden door je bloed te gaan behandelen met la 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 la. En dan doe je een meting je erop. En als die meting hoger dan 0,6 is, dan heb je contact gehad met HIV. En dan zit die onder de 0,6, dan heb je geen contact meer gehad met HIV. Dat is het dus. Het is een of ander getalletje. Het was ook. In Amerika zo dat ze aan het congres hebben voorgelegd of die grenswaarde niet omlaag mocht. En toen heeft het congres gezegd dat het goed was. En toen hadden in Amerika van de een op de andere dag, hadden ze er 5 miljoen gevallen van HIV besmetting bij. Ja, dat was niet omdat die mensen toevallig die dag allemaal besmet waren geraakt. Nee, dat was omdat die grenswaarde omlaag was geschroefd door het congres. Die helemaal geen verstand hebben van medische dingen. Maar ze leken wel een goed idee. Hadden ze er 5 miljoen patiënten bij. En die moesten allemaal volgepompt worden met dat AZT. Een middel dat erger was dan de kwaal. Want daar zijn ze te later mee gestopt. Ja, ik wil maar zeggen, van HIV besmettingsdingen, dat zijn indirecte testen. Nou, oh, als je dit hebt, nou, dan zal je wel. Dus, joop, ja, ja, nou, nee, maar dan zal je wel. Uh, ja, dat moet trouwens wel. Dat kan echt bijna niet anders. Met een nadruk op bijna, natuurlijk. Want het kan natuurlijk altijd anders. En dat ook met het coronavirus. Ja, hoe weet je nou of iemand overleden is aan specifiek dat virus? En je kan je laten testen hè, of je het hebt. Ja. Maar wat testen ze dan? Onze virus kan je niet zien. Je, 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 je kan maar een microscoop gaan kijken, maar je, je kan dus dat niet zien. Dus hoe moet je nou testen of iemand corona in zijn bloed heeft? Ik zou het niet weten hoor. En de symptomen die je ervan hebt. Ja, dat zijn de symptomen van een griep. Dus een verhoging en hoesten. En die voelt je niet lekker. En hoofdpijn en misselijk. En... Nou, je kent het wel, griep. Ik heb het. Ik, ik, vraag, ik, ik vraag me af of ik zelf überhaupt wel eens griep heb gehad hoor. Ik heb wel eens gehad dat ik een dag of twee dagen niet kon werken omdat ik verhoging had. En ik had geen zin om te roken. Dat is wel een veegteken natuurlijk. De sigaretten smaakten me niet meer. checkjes. En koffie had ik geen zin meer in. En, uh, nou, ik voelde me zo slap als een uh, dweil. Maar twee, drie dagen later stond ik meestal weer naast mijn bed. En volgens mij heb je dan geen griep. Er stond ook in de krant, dat de telegraaf gezegd... Van ja, het is wel gelukkig, is het zo, dat met name de ouderen en de zwakkeren, die gaan eraan overlijden. Dat is toch wel mooi, een geluk bij ongeluk, waarmee de telegraaf bedoelde... Maar kijk, door het coronavirus houden we wel alleen de gezonde mensen over. Dus dat is wel weer positief. En ik dacht, gadverdamme, je zal maar een telegraafabonnee zijn. Ielk of je zal er maar iemand naast je hebben wonen, die is lets uh, ach, geabonneerd op de Telegraaf. Als je dan geabonneerd bent op mijn kanaal, wat trouwens best meer mensen mogen doen. Want de teller staat nou weer een hele tijd op 91. En ja, wanneer breken we nou eens door de 100 abonnees heen? Maar dit terzijde. Dus zeiden. De Telegraaf vond het dus goed, hè? Uh... Ja, dat even die, die, slappe, die slappe hap eens even opruimen. Ja, dat vonden ze bij de Telegraaf wel uh, uitstekend. En dan ga je denken van ja, dat is dan toch weer zo'n overblijfsel van het feit... dat de Telegraaf tijdens de Tweede Wereldoorlog hulde ze mee met die nazi's. Hè? Dus dat, daar kom je dan kennelijk toch nooit helemaal vanaf. Dan blijft er toch dat beetje eugenetica in zitten, hè? Met zo'n van Alleen de sterkere Ariese kinderen... Die overleden. Die overleven. En de rest die. Uh, hoppakee, weg ermee. Zoiets. Paddel. Maar goed, het zijn dus 3000. Die zijn er dan overleden. Ja, wereldwijd. Op een populatie van 7 miljard mensen. Ja, daar gaan nu één keer elke dag mensen dood. Het is bekend hoeveel mensen er per dag doodgaan. Want er komen nou per dag. Uh, een half miljoen mensen worden er verwekt. Nou, van die half miljoen mensen die verwekt worden, wordt 25% vermoord in de buik van hun moeder. Maar ja, dan komen er toch nog zo'n 400.000 uh, uh, ter wereld. Nou, die, die, weten nog, die weten te ontsnappen, levend te ontsnappen aan de buik van hun moeder, wat een hele kunst is tegenwoordig. En die weten dan te ontsnappen aan de abortus. En dan heb je er nog 400.000 die worden er geboren. Dus er gaan er per dag dus ook zo'n 400.000 dood, ongeveer. Want de wereldbevolking stijgt hier eigenlijk wel. Maar de blanke vrouw heeft maar 1,3 kind in haar leven. Dus het aantal blanke mensen dat daalt. Dus wat zou de wereldbevolking eigenlijk wel toenemen? Nee, hey, er gaan nogal wat mensen dood op een dag. Dus denk, op een dag sterven er... Maar... Nou, op een dag sterven er in ieder geval 125.000 mensen in de buik van hun moeder. Die worden vermoord. Dus dat zijn er zonder meer 125.000 doden per dag. Nou, en dan die 3.000 in die drie maanden. Nou, dat is natuurlijk niks als peanuts. Daar zou ik me geen zorgen over maken. Nee. Nee, volgens mij is er niks aan de hand. Er zijn mensen en die worden ziek en die gaan dood. Ja. Maar dat is altijd al zo geweest. En er wordt dan wordt er nu gezegd: ja, dat komt allemaal door dat ene virus. En nu wordt er al gezegd dat dat coronavirus. Dat het komt uit Wuhan, want in Wuhan zit een laboratorium waar ze modificaties maken van virussen. Om te kijken of die dan beter of anders werken. En dat is gaan allemaal in het kader van dat we dan beter gaan begrijpen hoe virussen werken. Namelijk door er nieuwe te maken en te kijken hoe die dan weer werken. En dat er daar eentje van ontsnapt is, dat wordt dan gezegd. En wij zo van, oh ja, nou, dat moet me kunnen. Ja, en niemand van ons die zegt van, uh, hou eens op met die, spelen met die virussen. Maar er is ook niemand die zegt van, hey, moeten die vrouwen die al die kinderen laten vermoorden niet een keer op uh, gezondheidsles uh, in hun hoofd? En die vrouwen niet een keer verteld krijgen dat je, je moet niet zomaar seks hebben voor de leut en dan als je zwanger bent geraakt, dan laat ik mijn kind maar even vermoorden. Aborten zouden nooit door de overheid vergoed mogen worden. Om die reden al. De overheid mag geen assistentie verlenen bij moord, was dat nou? Ja, maar ik ben zwanger en ik heb helemaal gezien in een kind. Ja, dat is toevallig jouw probleem. Trut. Ja, een vrouw kan heden ten dagen niet zeggen dat ze niet wist dat het van de daad kwam dat ze zwanger is geworden. Ja, een vrouw kan tegenwoordig niet zeggen van, ja, ik dacht, als ik naar nou uit de buurt blijf van vaars, dan krijg ik echt geen kindje. Nee, vrouwen tegenwoordig die mogen weten dat het komt van de seks en wil je geen kinderen, nou, dan moet je geen seks hebben. Klaar. En als je dan zo'n jeuk hebt tussen je twee grote tenen, ja, dan... Uh, ja, niet mijn probleem. Maar geen seks. En dan, als je zwanger raakt, uh, op kosten van de overheid. Uh, dat nieuwe mens laten vermoorden. Nee, dat doen we gewoon even lekker niet. 125.000 doden per dag, nou, dat lijkt me een aanzienlijk probleem. Aanzienlijk groter dan corona, SARS, ebola. en wat hebben we nog meer? H1N1. We hebben ook nog H1N5. Dat was, oh, dat was die vogelgriep. Ga erop weg. En inderdaad is het zo dat die griep dat treft met name de zwakkeren. Ja. En dat is niet iets om blij over te zijn natuurlijk. Waarom? Kijk, dat iemand een zwak lichaam heeft, betekent niet dat het een slecht mens is. Ja. Toch? Kijk, die journalist van de Telegraaf, als die zou overlijden, dat, uh, ja, dan zou je kunnen zeggen, nou gelukkig maar, want dan kan hij niet meer van die nare stukjes schrijven. Dat, dan heb je dan een geluk bij een ongeluk. Maar voor een gemiddelde bejaarde, in een bejaardenterhuis in Hoenderloo, met een zwakke gezondheid, die komt dan te overlijden, nou dat is toch echt geen goed nieuws? Ook al zit dan die telegraafjournalist helemaal te jubelen achter zijn tekstverwerker. van weer zo'n zwak oudje dood. Nou, dit is weer goed nieuws. Even kijken hoe ik dit nou weer als goed nieuws ga verkopen. Aan de mensen van Nederland. De abonnees van de telegraaf. Gewoon ziek, vind ik die vent. En voor jullie, ja, ik zal me er helemaal niks van aantrekken. In Amerika, dat is echt te gek voor woorden... In Amerika hebben ze dan ook problemen op economisch gebied. Omdat ze, net als hier in Nederland, hebben ze daar heel veel Aziatische restaurants en Aziatische. hoe noem je dat? Van die thuisbezorgeketens dingen. Ja, hier heb je dat ook. Maar die, die business, die food business. Die is helemaal in elkaar gestort. Omdat mensen willen dan geen Aziatisch eten meer bestellen. omdat ze bang zijn voor het coronavirus. En dan denk ik, OMG. dan ben je toch echt helemaal van de poepen snuffeld, hoor. Maar het is gewoon zielig. Het is ook zielig voor die Aziatische mensen die hun business kapot zien gaan. En dat geldt dan wel voor meer dingen. Er schijnt ook dat de import van. Producten uit China, dat die, dat die terugloopt over de hele linie. De mensen zeggen, nou laat maar niks beschopen en kom maar in China, want anders krijg je corona. Oh, 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 oh. En er zit iets achter hoor, ze doen dit met opzet. Dat, dat kan niet anders, er wordt zo opgeblazen. En dat leidt ons natuurlijk weer af van dat wat daadwerkelijk het probleem is voor Nederland. In dat geval van Nederland dan, hè. Het probleem, het probleem voor Nederland. Dat is, punt 1, die overname door de Europese Unie. Dat wij niet meer soeverein zijn. Nou, we hebben een enorme staatsschuld, waardoor wij ontzettend veel rente moeten betalen... En we hebben die afdracht aan de Europese Unie, en dat kost klauwen met geld. We zijn lid van de NATO, dat kost ons ook klauwen met geld. En wij worden volgepompt met mensen vanuit het buitenland. 100.000 per jaar. Ja, ha, 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 ha. Dat is een stad ter grootte van Arnhem. Komt er jaarlijks bij. In het dichtstbevolkte land van Europa. Het op drie na dichtstbevolkte land van de hele wereld. Een stad te grote van Arnhem komt erbij. Het gebeurt me nu al dat ik dan over straat loop. en dat ik dan in een cirkel van. Uh, 20 meter om mij heen kijk. en dat ik de enige Nederlander ben. Dat is niet de hele dag door zo. Eh, dat komt voor. Dat wil ik maar zeggen. Wij worden omgevolkt. Dat is het nieuwe woord. Omvolking. Er is straks helemaal niet meer zoiets als de Nederlander. En dat is. Ja. Ja, dat is niet leuk voor ons. Want het is natuurlijk ook tragisch voor die andere mensen. Laat ik het zo zeggen. Vandaag, ik, ik reed terug met de bus. En een collega van mij, en die werkt al een hele tijd. En toen ik daar kwam, kwam er voor het eerst. Was het ergens? December vorig jaar of zo. En zij. Uh, ja, zij was dan een beetje mijn nestor. Dat zij uitlegde: van dit moet je zo doen, en dat moet je dit, en dit moet allemaal zo. En Hele aardige vrouw. Die zich ook om mij bekommert. En ook uh, tegen mij zegt: ja, dan moet je wel hierom denken hoor. En je moet ook dat niet aan je laten zeggen. En een zus en zo. En ja, want. Nou, uh, nou. No, uh, eh? Anders maken ze misbruik van je hoor. Zo'n type. Ja, heel lief hoor. En dan vroeg ik aan haar. Naar, uh, uh, of ze hier in Nederland geboren was. Toen zei ze: Nee, ik woon hier pas sinds 2003. Ze waar, waar kom je dan vandaan? Nou, ze kwam uit Iran. Oh, zei ik. Uit Perzië. Dan keek ze mij zo heel blij aan. En zei ze: Ja. Uit Perzië. Het heeft trouwens nog een naam. Wij noemen het nu Iran. En we noemen het ook Persië, maar er is nog een naam voor dat gebied. Weet ik. En toen zei ik tegen haar: ja, Oh, Persië. Ik zei: Daar is over Iran. Ik zei: Daar is het ook een puin op. Hè? Ja, daar is het ook een puin op. Ik zei: Ja. En er was toen, dat is in de jaren vijftig, had je daar een leider en die heette Mossadeg. Nou, die kenden ze. Was ze ook helemaal blij van? Ze dus zei: Ja, Mossadeg. En ze zei ook zo heel stellig, als Mossadegh de leider was gebleven, dan was Iran niet zo afgegleden. Maar Mossadegh is afgezet. En toen kregen we Khomeini. Nou, dat was niet helemaal zo. Want hier had Mossadegh, die werd afgezet en toen kreeg je volgens mij die, 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 die Shah. En toen kreeg je die Comini. En mosterdek is afgezet door acties van Amerika. Met name de CIA staat erachter. En iedereen denkt dat dat de Central Intelligence Agency betekent, maar dat is helemaal niet waar. Dat is de, de exoterische afkorting. Maar intern betekent het... Catholics in action. Ja, de paus staat erachter. De paus houdt niet van die... leiders van het volk... voor het volk, door het volk. Leiders, daar houdt hij niet van. Je mag wel leiding geven... en je gaat... nekjes aan de paus vragen... ieder jaar wat je dan... geacht wordt te gaan doen... En dan was ik met mijn directe leidinggevende. Alles is best, maar ja, hem moet ik vragen of ik het goed doe, natuurlijk. Hij moet tevreden zijn. Ik mag niet zomaar zelf wat gaan doen. natuurlijk niet. Dat vind ik ook heel logisch. Want ik sta onder hem. Nou, zo staat iedere koning, iedere heerser op deze wereld, die staat onder Babylon... En Babylon zal vertellen wat ze van jou verwachten. Tja. En als je dan zo'n Mossadegh hebt, die eventjes denkt om het maar lekker in zijn eentje te gaan doen. Of zo iemand als Pim Fortuyn, in het geval van Nederland. Of Willem de Zwijger, in het geval van Nederland. Of John F. Kennedy, in het geval van Amerika. Of Abraham Lincoln, in het geval van Amerika. Koningin Elisabeth, de eerste van Engeland, die hebben ze ook willen vermoorden. Niet gelukt, maar dat wilden ze wel. En King James, koning Jacobus, de eerste, hebben ze ook willen vermoorden. Is dus niet gelukt, maar dat wilden ze wel. Dat hebben ze wel geprobeerd. Dat is Babylon. Babylon, die verpest het voor ons allemaal. En dat doen ze al ja, sinds dat Babylon is... Ik weet nog wat dat ik mij ging verdiepen in, die, in de samenswering. Want Babylon is van de... Als je het hebt over de samenswering, heb je het over Babylon. Dat is de samenswering. Die dan ons confronteert met iets nieuws, tussen aanhalingstekens. Dan denk ik, oh, nieuw. Ja, daar hebben ze jaren over gedaan om dat te bekokstoven en uit te werken en dan krijgen wij dat ten enige serveerd op een presenteerblaadje. En dan schrikken we ons helemaal het hoenpapa. En dat is totaal van A tot Z is dat helemaal ingecalculeerd. Hebben ze zelfs om alle ontsnappingsmogelijkheden hebben ze ook nagedacht? En neem die aanslagen van 11 september, hè? Alles was al klaar, hè? Dus de, de wetgeving voor de Patriot Act. De Vaderlandslievende Wet. Dat is een patriot, een patriot, hè? iemand die houdt van het Vaderland. Nou, dan heeft hij nou een wetgeving en dat is dan de Vaderlands Die was al klaar, die was van tevoren al klaar. Een jezuïet heeft die wet, uh, heeft die de hele tijd de tijd voor gekregen. Van, ah, die hebben ze, weet ik wel, in, in 1996 of zo, die man aan het werk gezet. Ja, je hebt vijf jaar de tijd om die wet te schrijven. En dat zorgt ervoor dat die uiterlijk 10 september 2001 dat die klaar is. En ze hadden dus ook al de, de propaganda uh, helemaal klaar. Dus de, de mainstream media die zouden Osama Bin Laden de schuld geven. En dan de alternatieve media die zouden... De internationale bankiers de schuld geven. CQ, de geheime genootschappen, de vrijmetselarij zeg maar. En de Illuminati. Ja, die mensen die je dus niet echt kan duiden. En de, de globalisten worden ze ook al genoemd. Hè. Die, zouden, die krijgen dan de schuld, de bankiers, de globalisten, de vrijmetselaars. Zo. Dat was de alternatieve media 1. En dan had je de alternatieve media 2, en die zouden de schuld gaan geven aan de joden. Nou, dan heb je dus drie partijen die om het hart roepen wie de schuldige is van 9-11. En wie was de schuldige? Ja, dat was de pauze. Dat is Babylon. En het enige concrete tot nu toe wat ik weet, dat is dat die Patriot Act geschreven is door een jezuïet. Wat al boekdelen spreekt, natuurlijk. Die jezuïeten, daarvan weten we dat dat een uitermate een luizenstreken uh, club is. De Jezuïten, die zijn uit meer dan honderd landen getrapt... Hè? dat ze die lui helemaal beu waren. En dan mochten ze er gewoon niet meer in. Maar ja, dan kwamen ze weer terug... De Jezuïten zijn ook verboden geweest in 1773. Toen heeft de paus heeft die hele orde verboden. En de Jezuïeten zijn opgericht in 1540 ongeveer. Dus 230 jaar na de oprichting had de, paus, de toenmalige paus er zo ongelooflijk genoeg van dat hij ze verboden heeft. maar in 1803 of zoiets begin van de 19e eeuw toen was er weer een nieuwe paus en die zei ach, laten we daar maar niet zo moeilijk over doen. En boze stemmen zeggen dat dat verbod op de jezuïeten dat dat een schijngevecht was. Zoiets. Maar die paus in kwestie die heeft het wel moeten ontgelden, dacht ik. Want Napoleon is ermee gaan bemoeien. En Napoleon zat ook in het spel, by the way, van de Jezuïten en de Illuminatie. Even voor de duidelijkheid, de vrijmetselarij, de Illuminatie, die hele tak, die is gesticht door de jezuïeten. Er zijn nu van die traditioneel-katholieken. En die vinden het maar niks dat er toenadering is gezocht tot het protestantisme door Rome. En die willen weer terug naar hoe het vroeger was: dat je verplicht naar de, naar de biecht moest, en dat de mis in het Latijn wordt gehouden. En allemaal dat soort dingen. En die zeggen dan dat hun kerk geïnfiltreerd is door de vrijmetselarij. Maar dat is niet zo. Hun kerk heeft de vrijmetselarij gesticht. Dat hebben de Jesuiten gedaan. We weten dat Adam Weishaupt, dat was de oprichter van de Illuminati, de Beierse Illuminati, in 1776... En hij was sterk gelieerd aan die jezuïeten. Dat was waarschijnlijk een jezuïet zelf. Maar het was een Jezuïter Een coadjutor noemen ze dat. Dat was een meeloper. Maar was een Adam Weishaupt was een hoge jongen in katholieke kringen. Hij was uh, professor aan de Universiteit van Ingolstadt. Nou, daar word je niet zomaar. Dan ben je een grote jongen. Tja. Nee, zo gaan die dingen. Het is Babylon. Het is Babylon die alles voor ons verpest. En het is Babylon die Nederland kapot heeft gemaakt. Dat zei ik ook tegen die Iraanse vrouw. Dat daklozen, dat is iets van de laatste tijd hè? Toen ik klein was, dan had je helemaal geen daklozen. Je had mensen die, ja, die waren buiten de boot gevallen. En die gingen dan naar het leger des heils. En daar kreeg je soep. En een bed. En dan werd er met je gesproken. En de bedoeling was dat je. Ja, na een verloop van tijd. Uh, weer genoeg opgekalevaterd was. En dan had uh, je weer ergens een baantje. En dan. Nou, klaar. Landloperij. Hè, wat gelijkstijd aan wat we nu. daklozen noemen. Maar landloperij. was verboden bij wet. Dus als jij op straat in de rondte hing en je had geen uh, geldige woonverblijfplaats, dan was dat de reden voor de politie om je op te pakken en in de cel te gooien. Want nee, er wordt niet gebedeld en gelandloopt hier in Nederland. Ben ja, jij maf? Nou, dat is nu helemaal anders. Hè? Nu heb je hier in Arnhem. Worden er professioneel gebedeld. En dat zijn mensen uit Roemenië, zo, Oost-Europa. En uh, die rijden dan s'morgens hier door de stad, en dan hebben ze zo'n busje, en dan dumpen ze overal bedelaars bij de supermarkten. En aan het einde van de dag worden die mensen opgehaald. Met datzelfde busje ongetwijfeld. En dan gaan ze ergens slapen, en dan eten ze wat, en drinken ze wat, en uh, ik weet niet wat ze doen. Weet je Instagrammen met de mama thuis of zo. En dat mag dan gewoon hier in Nederland. Niemand doet er moeilijk over. Het slaat nergens op. Er zijn ook mensen en die, die gaan muziek maken hier in het centrum van de stad. Dat slaat er helemaal nergens op. Er zit zo'n man, en die, die, denk, die zie ik wel vaker zitten. Die man is niet helemaal knijs. Maar die kan er wel accordeon spelen. En die speelt dan van die simpele deuntjes, wat hij dan nog kan. En die zit dus gewoon te bedelen. Dat, dat hoort helemaal niet op straat. Die, die man hoort er niet te zitten. Wij vragen daar toch niet om. Nee, maar zo iemand doet dat... En de politie doet er niks aan. Maar die man hoort opgepikt te worden. En er uh, moet gevraagd worden: van, wat doe je hier? En dan zal heus blijken dat hij geen uh, geldige papieren heeft. En dan is het enkele reis naar waar hij vandaan kwam. Klaar. Zo werd dat vroeger gedaan. Vroeger kon je dat niet doen. Toen ik klein was, kon je niet zomaar ergens in een winkelcentrum uh, muziek kon... Uh, een beetje muziek gaan maken. En bedelen. En nu is dat gewoon. En in het kader van dat wij... humaan moeten zijn of zo. Het punt is dat wij een heel klein land zijn. En we zijn heel dicht bevolkt... En wij stromen vol met mensen die geen enkele boodschap hebben aan onze cultuur. en aan wat wij hebben opgebouwd. En het zijn mensen en die komen hier omdat ze hier een toekomst zien. Voor zichzelf dan, hè? En dan neem je nou die vrouw uit Iran. Maar ja, die werkt hartstikke hard, moet ik zeggen. Ik ben daar niet jaloers op. Uh, s morgens om zeven uur staat zij daar uh, met de mop in de rondte te zwabberen. En dan is ze om twee uur ze vrij. Dat is zeven uur uh, doorwerken. Ik ben daar niet jaloers op. Want ik weet dat het, wat het werk inhoudt. Dus, ja. Dat is echt wel doorwerken. En elke dag staat ze om 7 uur met de mop in de rondte te zwabberen. Nou, gelukkig niet iedere dag um, pas om 2 uur vrij. Om vrijdag is ze op. Om 1 uur of zo is ze dan vrij. Maar die andere dagen pas om 2 uur. Zo draait het toch zo'n uh, 4x7, is 28 plus 6. Uh, dan draait het toch zo'n 34 uur. In de week. En het is intensief werk hoor. Je verveelt je geen enkel moment, dat kan ik je wel vertellen. Maar dus zij werkt hard. Dat is een leuke collega. Een iemand. En haar land, ja, een puinhoop. Die zit hier niet uit vrije wil. Ja, Iran, dat is helemaal overgenomen door die. Uh, die. Mohammed, dat. Mohammedanisme. En je krijgt er als vrouw een probleem als je daar niet met een hoofddoek loopt. Dat wordt gezien als uh, onzedig. Ja, dat is wel heel vervelend, natuurlijk. Kijk, een ander ding is dat je hier in Nederland... kan je zo goed als in je blote kont over straat lopen... en dat moet dan allemaal maar kunnen. Dat hoeft voor mij ook niet... Ik zou voor de Nederlandse vrouw willen dat die af en toe wat zediger over straat loopt. Eigenlijk vind ik dat iedereen zedig over straat moet lopen. Maar hoe? Ja, dat moet je zelf maar weten. En de een doet dat met een hoofddoek en de ander doet dat. Ja, zonder hoofddoek. Lijkt mij. Als je maar zedig bijloopt. Nee, zij is daar uh, gevlucht. Van weggevlucht. Hij zit nou hier. Nou, is een mooie aanwinst voor ons. Harde werken. Een lief karakter. Spreekt uh, niet heel goed Nederlands. Maar <laughs> ach ja. Je doet er goed aan om langzaam tegen haar te spreken en geen ingewikkelde taalgrapjes te maken, want dan kijkt ze je heel beleefd aan. En dan snap je al dat ze er helemaal niks van snapt. Ja, dat is wel heel aardig iemand. Maar zo zie je maar hoe er met ons gespeeld wordt. Die Iran wordt dan, die hadden dus een goede leider, die Mossadegh. Nou, die wordt dan eventjes op instigatie van de paus, wordt zo'n vent afgezet. En dan krijgen ze een of andere dictator voor terug. En dan wordt die dictator afgezet en dan komt er een gomeini voor terug. En dat is nu een gameini. Ha, ah, 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 ah. En dan voelen die Iranese, die voelen zich, of die Persiers, die Persen, die voelen zich daar niet meer lekker. En die komen dan hier naartoe. En, en wat is er hier dan? Dan komen ze hier in een land en dat is helemaal volgestroomd met allemaal immigranten. En met daklozen. Ze zei ook tegen mij: je ziet allemaal die mensen en die, die lopen maar op straat en, en, de, en die hebben helemaal geen plek om te slapen. Zei, maar dat kan toch helemaal niet? Ja, zei, dat kan ook helemaal niet. Zei, maar dat was vroeger niet. Vroeger hadden we dat niet. Zei, dat, is, dat is nieuw, dat is modern. Dat is van nu. Maar ik zei ook tegen haar. Neem maar. Uh, dingen met scheiden. Uh, toen ik elf was, gingen mijn ouders scheiden. En ik vond het verschrikkelijk. Ik was de eerste. Want ik zat toen nog op de lagere school. Ik was de eerste van mijn school met gescheiden ouders. Tenminste, voor zover ik dat kon zien. Hè? Je weet natuurlijk niet alles. Van alle privé situaties. Van al die kinderen. Maar uh, ik. Ja. Ik wist dat verder dus echt van helemaal niemand niet. Ik was het enige kind waarvan de pa de vader pleiten was. Ja, leuk is dat. Ja, zij zei en nu, nu scheidt iedereen ermee uit wanneer niemand zin heeft. Ik zei ja. Dat kan toch helemaal niet. Nou, was ze helemaal met me eens? Maar dat kan helemaal niet. En dat met die abortussen, dat is ook in Nederland. In Nederland worden de 30.000 zwangerschappen afgebroken doordat ze die, die kinderen in de buik van hun moeder echt aan sch een stukken scheuren. Dat is echt barbaars, jongen, hoe ze dat doen. En het is inmiddels vastkomen te staan dat die wezens, die mensen in de buik, dat die, wanneer ze in stukken gescheurd worden, dat ze een pijnbeleving hebben. Dus dat gaat allemaal erg bewust en zo. En wij doen dat onze medemensen aan. Hopeloos. En dan hoor ik dat het kabinet weer extra bij elkaar gaat komen om de corona-dingers te bespreken. Van Joris, wat gaan we eraan doen? En we gaan er nog helemaal niks aan doen. Ze zouden moeten zeggen dat het laboratorium in Wuhan dat dat gesloten moet worden. En hou eens op met die stomme dingen te verzinnen. Daar komt alleen maar ellende van. Daar zou je nog wat aan hebben. Maar nee, dat doen ze niet. Nee. nee. Het zou een mooie boel zijn. Nee, ze houden ons lekker bezig met de coronatoestanden. En onderwijl, uh, ja, dit jaar, ik hoorde alweer de extra opvang voor asielzoekers hier. En extra opvang voor asielzoekers daar. Want dat is dan uh, het grootste ding. Dat het allemaal maar doorgaat. En de gevolgen voor Nederland, die zullen aanzienlijk zijn. Dat je het even weet. Maar we doen er helemaal niks aan, want we maken ons alleen maar druk over die corona. Dat is de bedoeling. En CO2 en NO2 en... Oh, we gaan allemaal dood! Er is een ongelooflijke zak hooi en die heet Bert Vermeersen. Die man is professor benoemd. Oh, wat een stuk verdriet is dat. En die zit dan bij de Universiteit van Nederland. een verhaal te houden. dat de zeespiegel wel eens met 80 meter kan gaan stijgen. Hier voor de kust, hè? 80 meter. En dan moeten wij ons gaan voorstellen. hoe dat zal uitpakken voor ons. Ja, ja. Waarom krijgt die man nou niet corona. Ja, dat zou dan echt schelen. Dat, dat zou zo'n opluchting zijn dat je van zo'n supiet af bent. Professor Dr. Bert Vermeersen, oh my god. Met zo'n 80 meter zeespiegelstijging. Dat is ook zoiets. De zeespiegel die stijgt met een snelheid van. Wat is het? Hij is gestegen met. Nou, dit zegt bijna niks hoor. 1,7 mm per jaar of zo. En dat doet hij al sinds het begin van de 19e eeuw. Dus voor de Industriële Revolutie was de zeespiegel al aan het stijgen. That's it. Er is helemaal niks aan de hand. Nee, maar dan komt professor Dr. Bert van en die gaat lopen vertellen dat hij met 80 meter. Uh, ja, de zeespiegel met 80 meter stijgt. En ja... Oh, 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 oh. Dat is echt namaaknieuws. Waar die man dan mee komt. Het slaat helemaal nergens op. En dat is alleen maar ter afleiding van het wezenlijke probleem. En het wezenlijke probleem is dat wij, als Nederlandse bevolking, die een eigen cultuur had en een hele mooie, hele mooie taal heeft. En. Ja, we zijn een heel nijver volkje. We hebben van het meest lullige stukje Europa want Die kon je toch echt niet wonen. Daar hebben we iets heel moois gemaakt, met al die dijken en, en, en al die waterwerken. Oh, provincie Groningen, die, dat land, dat hebben wij gewonnen op de zee, hè? Oh, Ik heb daar op een terp gewoond en die terp ja, is nu niet meer nodig. Want het omringende land, dat is helemaal droog. Maar toen, oei, toen die terp gebouwd werd, ja, toen was die terp nodig... Want toen stroomde dat hele gebied, stroomde vol met zoutwater vanuit de Waddenzee. Dus had je die terp nodig voor je droge voeten, snap je? Maar dat is nu niet meer nodig, omdat wij al dat land herwonnen hebben op de Waddenzee. Nek is ingedijkt. En wij zijn een nijver volk, maar al die weelde die wij vergaard hebben, die is ingepikt. Door Babylon. Met de groeten van Willem-Alexander en zijn lelijke vrouw. Maxima. Ja, dat ik het even weet. Oh, 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 oh. En dat komt nooit meer terug. Dat, dat is echt wel verdrietig. En het, wat ook geen zin heeft. Hè, daar, daar hoor je hopelijk aan mijn stemmen. Wat geen zin heeft, is om die buitenlandse mensen de schuld te geven. Er zitten natuurlijk ongelofelijke stukken verdriet tussen. Maar neem nou die uh, Iraanse vrouw. Ja, die kan er echt niks aan doen. En die werkt hier hard hoor. Dat, dat kan ik je wel vertellen. En het werk wat zij doet voor dat geld. Uh, daar staat de gemiddelde Nederlandse vrouw niet uh, voor te popelen. Oh, nou ja. Ze heeft een hoop collega's hoor, die doen het werk ook heel graag. Maar zij doet het ook goed. Ja, denk er maar eens over na. Maar maak je over corona geen zorgen. Ik zou niet weten waarom. Dat met die SARS liep goed af, die vogelgriep hebben we geen last van gehad. Die H1N1, die Mexicaanse griep. Varkensgriep, dat was ook helemaal niks. Nee. En dit zou dan wel wat zijn? Ik zou niet weten waarom. Er is wel een hoop paniek, dat is wel vervelend. Als mensen dan plotseling aan uh, mas gaan ze toiletpapier inslaan en al die dingen. Ja, daar zijn die supermarkten niet op berekend. Dus dan heb je lege schappen. Maar ja, die supermarkten lachen zich ook weer helemaal in een kriek. Want die maken een ongelofelijke omzet natuurlijk. Maar dat duurt dan weer even voordat die supermarkten weer vol liggen. Maar hier in Arnhem, bij de Albert Heijn... Nee, daar wordt toch niet gehamsterd? Dus maak je geen zorgen, zou ik zeggen. En uh, ik ga er maar vanuit dat je heus wel weer een beschouwing van mij zult horen. En dat ik dan dus niet overleden ben aan de corona-ellende. En jij ook niet en op zijn hamburgers zegt ik tegen jullie tjus. en dag gezondheidsfrix